We merkten dat tijdens het zelfstandig werk dat leerlingen toch nog vaak met veel vragen zitten. En als die gesteld moeten worden tijdens de les of tijdens het maken van de oefening, dan onderbreekt dat eigenlijk steeds de les. En daarvoor hebben we de parkeerplaats ingeroepen. Als een leerling een vraag heeft, dan schrijft hij de vraag op een post-it en parkeert hij die op de parkeerplaats. Als ik zie dat er 4 post-itjes hangen, dan overloop ik de vragen met hen. Moeten wij heel de bron opschrijven? Op die manier kunnen de leerlingen in stilte verder werken. Hoef ik de klas niet steeds te onderbreken. En heb ik veel meer tijd om mijn administratie te regelen of om leerlingen te helpen en bij te sturen waar nodig. In het begin vond ik het wel heel moeilijk om de grens af te bakenen. Want er waren dan toch wel leerlingen die zeggen van ja, goh, toch nog even snel een vraagje. Dat was voor mij in het begin wel moeilijk, maar dat leer je ook wel. Dat leren de leerlingen ook. Ik zou dit zeker aanraden voor mijn collega's, omdat het jou als leerkracht rust biedt. En ook de leerlingen geeft het een zekere rust.